Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Jan Oegema. Jan, jij hebt een nieuw boek geschreven, een geweldig boek, over Rilke, de dichter, de bekende dichter. Maar het is eigenlijk ook, toen ik het las, een boek echt over Rilke en niet alleen zijn poëzie. Dus het heeft iets biografisch en het gaat over leermeesterschap. En dat eigenlijk dan ook nog niet eens. Het gaat over Rilke, de persoon, over leermeesterschap en over wijsheid of spiritualiteit misschien zelfs wel. Fascinerende lezing. Hoe kom je erbij om zo'n boek te schrijven? Wat heeft jou daartoe gebracht? Nou, allereerst is wel belangrijk dat... de insteek is leraarschap, hè? Wijsheid inderdaad, leraarschap. En ik heb daar gewoon zelf veel ervaring mee, in die zin dat ik... ik kom al vele, vele jaren in allerlei spirituele clubs, met name één. Ik heb op een gegeven moment zelf een leermeester gevonden. Toevallig net als ik een letterkundige, dat is wel bijzonder. Ik heb 10 jaar in zijn clubje gezeten, om het maar een beetje oneerbiedig te zeggen. En dat is een hele, hele specifieke ervaring. Je leerling zijn en ook, ik heb heel lang gekeken. Ik ben jarenlang naar die bijeenkomsten geweest. Het was een zenleraar, maar wel een beetje een liberaal. Het was echt een liberale leraar. Iemand die heel makkelijk verbindingen legde tussen aan de ene kant zen-boeddhisme en het christendom, maar ook en heel vaak tussen de zen-literatuur en het christendom en de literatuur. Dus de naam die daar het meeste viel was ongeveer Dostojevski, want hij was een Dostojevski-specialist. Dus dat was voor mij was voor mij echt thuiskomen, zeg maar. Hè? Iemand die zo vanuit de literatuur kon denken, zo vanuit de moderne kunst kon denken, vond ik heel speciaal. En ik ben daar, ik heb daar 10 jaar rondgelopen, echt heel veel retraites gedaan. Mm. En dat vormt je, hè? Dat heeft een enorme... Hoe oud was je toen? Nou ja, ik was denk ik, even denken, ik was iets van 42 dat ik daar de eerste keer kwam of zo, zoiets. Ergens net na mijn 40ste of zo, zoiets, ja. Nou, dus ik heb daar heel lang, vanaf 2007, dus dat klopt wel, ja. Dus vanaf mijn 44ste of zo. En dat is een hele specifieke ervaring. Ik herkende dat, en op een of andere manier ging ik weer in Rilke lezen op een gegeven moment. Ik weet eigenlijk niet eens meer zo wat de aanleiding was. En dat herkende ik bij Rilke. Ik dacht dan, hé, dit is apart. He, hij schrijft over zijn ontmoetingen met Rodin. Dat zal ik zo meteen misschien nog even uitleggen. He, Rilke was een dichter, ja. Maar is vele jaren in de nabijheid, heeft vele jaren in de nabijheid van een beeldhouwer verkeerd, Auguste Rodin. En die was voor hem niet alleen een inspirerende kunstenaar, maar ook een inspirerende leermeester en zelfs iets als een guru. Ja. En dat begrip dat gebruik ik betrekkelijk neutraal. In die zin dat er is een vrij uitgebreide literatuur inmiddels over gurus, over charisma, over wat het betekent om in een secte te zitten. Wat voor mechanismes daar werkzaam zijn. Wat het nou precies is, hè? Zit de aantrekkingskracht nou in de guru zelf, volgens de ene visie, of zijn het echt de volgelingen die een guru maken en die het helemaal projecteren, et cetera. Nou, daar is inmiddels al een uitgebreide literatuur over. Grappig genoeg, toen ik daarover begon na te denken, ik dat zo duidelijk herkende bij Rilke en Rodin, maar ook eerder al bij Rilke en Salomé. De filosofen met wie die 3 jaar lange verhouding heeft gehad. Ze was 14 jaar ouder dan hij. Ik herken het ook in de literatuur over Socrates. En dus Socrates loopt rond door Athene, heeft allerlei volgelingen en bewonderaars.
En ik las in die, bijvoorbeeld in het symposium, maar ook in andere boeken, ik las dingen terug waarvan ik dacht van, verrip, dat herken ik. Hè? Dus dat heeft allemaal te maken met ervaring. Die hele... Ja, zeker. Ja, 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 ja. Je ervaring met een goeroe dus. Ja, precies, ja. Ja. Nou, over het goeroeschap komen we zo meteen nog wel uitvoerig te spreken. Maar Rielke is een dichter. Je bent zelf ook letterkundige. Maar volgens mij op de achterflap ontdekte ik dat jij ook hovenier bent. Ja. Dus jij combineert heel erg het aardse en het, het geestelijke. De interesse voor letters, maar ook voor de aarde. Ja, klopt. En daar maak je ook nogal een punt van. Maar, en terecht, de opmerkelijke combinatie. En natuurlijk ook te koppelen aan Rielke zelf, denk ik. Die ook wel probeert om... de aarde te omarmen, terug te gaan naar de wereld zelf, naar de dingen zelf. Maar is dat ook iets wat de afgelopen tijd is gebeurd? Of in de tijd dat je die retretes doormaakte, dat je ook dacht van... ik begreep namelijk dat je niet altijd hovenier bent geweest. Dat moet je even bij zeggen. Van... Klopt. Nee, ik heb heel lang een... Het verhaal is heel, heel simpel verteld. Ik heb heel lang een kantoorbaan gehad. Ik was uitgever, ben heel lang uitgever geweest. En naast het schrijven en ook naast het organiseren van retraites. En dat betekende eigenlijk in praktijk dat ik gewoon heel veel tijd achter beeldschermen doorbracht. En dat vond ik steeds zwaarder worden. Mm. En ik heb lang nagedacht over wat moet ik nou? In godsnaam, wat moet ik nou? Ik kan best veel. En ik hoefde ook helemaal niet weg. Even je kopje hoor. Ja, oh, ja, sorry. Je had me nog zo geïnstrueerd. Nee, prima. Maar anders, als je de podcast luistert, dan hoor je het ja, getik. Tuurlijk. Nee, helemaal begrepen. Maar wat ik er mooi aan vind, is dat je zou het ook kunnen koppelen aan Rielke zelf. Dat doe jij ook. Die schrijft ergens in een gedicht, een heel beroemd gedicht, over een torso. Ik geloof dat het de Archaïsche torso Apollo heet. Ja, het Archaïsche... Torso van Apollo, dat is inderdaad de titel van het gedicht. Ja. En dat is een beeld van alleen maar een gespierde man, maar zonder hoofd, zonder armen. Echt zo'n beeld, gevonden door een archeoloog. Alles ontbreekt eigenlijk. Ergens uit de zee gevist. Ja, maar wel duidelijk van een heel aantrekkelijk lichaam. Ja. En Rielke heeft daar een, ik wil zeggen, wereldberoemd gedicht over geschreven. Ja, ja. Er zit een frase in dat gedicht, de slotfrase. Ja. Misschien wil je het zelf zeggen. Ja, du musst dein Leben ändern. Hè? Ja. Ja, dus je moet je leven veranderen. Dus het is het is echt een wonderlijk gedicht. Want het is eigenlijk iets te ingewikkeld om het voor te lezen. Want zo gecompliceerd is het wel. En dan praat je eigenlijk een beetje over de hoofden van de mensen heen. Als je dat zomaar gaat voorlezen, zoals vaker bij moderne poëzie. Maar stel je maar voor, je komt in een... je dwaalt rond in het Louvre, hè, zoals hij veel heeft gedaan. En je ziet een beeld, precies zoals je zegt. Je ziet een torso. En dat torso, het is heel apart. Dat heeft geen kop meer. Die kop is verdwenen. Hij heeft ook geen benen meer. Hij heeft geen armen meer. Je ziet alleen maar dat geweldige mannentorso, zeg maar. Maar de manier waarop de dichter er naar kijkt is... dat hij ziet dat die presentie van die man, die zit toch in dat hele lichaam. En het is, zegt hij, dat beeld is nog zo levend eigenlijk, omdat je die blik nog altijd voelt. Ook al is dat die kop er af. Ja. En dat lichaam, dat is in zijn beleving vol met ogen. Ja. En er is geen plek op dat beeld, zo zegt hij dat ook, er is geen plek op dat beeld, geen vierkante millimeter die jou niet aankijkt. Hè? Dus je wordt aangestaard door dat beeld. Nou, dat is zeg maar de vertelling van dat gedicht. Ja. En, herkende jij dat ook misschien heel even tussendoor? Want ik ken het gedicht uiteraard. Het is een prachtig gedicht. Ik ken dat beeld niet zo goed, misschien een keer opgezocht of misschien een keer voorbij zien komen. Maar nu aan het einde van jouw boek laat je ook dat beeld zien. Helemaal aan het einde. Ja. En toen schrok ik eigenlijk ook weer een beetje van mezelf van, oh... Is dit het beeld waar het mooie gedicht over gaat? Is dit het nou? Ja, ja, precies. Ja, daar had ik. Ik las het vanochtend ook terug. Toen had ik dat ook. Ja, van wat. Ja. Ja, dat je. Ik was ook al verwonderd over Rielke dat hij kennelijk zo'n intense kijkervaring had dat hij er zoveel meer aan beleeft en meer aan ziet dan ik ooit. Ja. Ja, ik zou niet zo snel... Nee, dat zou me niet zo snel gebeuren. Ik vond het ook heel wonderbaarlijk, ja. Juist omdat het zo'n eenvoudig beeld is, hè? Ik vind het ook niet direct een projectie, hoor. Want als je het goed bekijkt, ook de foto in je boek... dan zie je wel van, er zitten aanknopingspunten in. Hè? Dus dat beeld, inderdaad, dat roept iets
doet een appel op je, dat kun je wel zien. Maar soms heb je gewoon interpretaties die van een kunstwerk waarbij je denkt van... Nou, dat is een heel nauwkeurige beschrijving van het kunstwerk. Maar deze interpretatie gaat er overheen. Ja, die gaat er duidelijk overheen. Ja, klopt. In ieder geval dat gedicht, we weten nu waar het over gaat. Dat is dus het doet een appel op je. Dat komt tot uitdrukking in de zin, du musst dein Leben enden. Ja, du musst dein Leben enden. Waarbij het bijzondere is, hè, er staat geen uitroepteken achter, wat je misschien eerder zou verwachten. Ja. Dat staat er juist niet. En daardoor, het is eigenlijk eerder een constatering. Dat is het leuke. Het is geen oproep. Ja. Het is een constatering. En daardoor wordt dat zinnetje zo... Dat is een van de bijzondere dingen van dat zinnetje. Ja. Nou, dat was inderdaad wel een van de zinnetjes die ik bij me had in dat... Want daar vroeg je naar, die ik bij me had in die periode dat ik nadacht over wat ik nu moest gaan doen. En ik was nieuwsgierig. Hè? Ik was nieuwsgierig, want... En dat heeft inderdaad ook voor een deel wel met Rielke te maken. Hè? Het was ook een spirituele nieuwsgierigheid die ik had. Los van het feit dat er gewoon een praktische aanleiding was om van baan te willen veranderen. Want ik zat gewoon veel te veel binnen. En uiteindelijk ontdekte ik dus van ik wil gewoon naar buiten. Maar het was ook nog iets anders. Want ik had gewoon een geweldige baan. En ook al heel lang. Dus ik zat er helemaal prima op mijn plek. Ik had ook hele fijne collega's. Ja. Maar ik had me, om het een beetje filosofisch te zeggen... Ik had me een beetje vastgeleefd daarin. Hè? Alles heerlijk, veilig, voorspelbaar. En dat wilde ik niet meer. En wat ik ook nogal wantrouwde... Dat was die enorme identificatie met dat beroep... Hè? Met uitgever zijn. En dat raakt aan iets wat je heel sterk bij Rielke tegenkomt. En dat is het gegeven dat onze innerlijkheid, laten we zeggen onze interpersoonlijke identiteit, dat we daar eigenlijk heel weinig van weten. En dat die vreemd voor ons is. En er zit iets binnen in ons. Noem het maar ziel of zo. Of je kunt het ook... Ik vind innerlijkheid ook een mooi woord. Ja. En ziel helemaal niet verkeerd. Tijd om die termen af te stoffen. Ja, daar ben ik graag met je eens. Daar ben ik graag met je eens. Maar er zijn in zoveel culturen zijn er woorden opgelegd, hè? Ja. Oorspronkelijk gelaten is er ook zo één. Ja. Of Boeddha natuur is er zo één. Of... Dus het gegeven dat er dat je diepste mens zijn eigenlijk heel mysterieus is, daar gaat het om. Dat kom je in veel culturen tegen. En als je gaat zoeken, dan vind je dat al bij de oude Egyptenaren. En dat mysterie, kreeg zijn plek niet meer in je werk als uitgever? Zou je dat kunnen zeggen, maar het was eigenlijk eerder... Ik was daar nieuwsgierig naar, ja. Van wat gaat er gebeuren als je die oproep, hè, van dat gedicht, als je dat serieus neemt, als je gaat overgeven aan het onbekende deel in je. Ja. Hè? Wat gaat er dan gebeuren? Maar ook toch ook een soort vertrouwdheid hebt in het leven zelf en het op zijn beloop laat. Want het is ook natuurlijk heel logisch dat je op een goed moment de moed moet kunnen opbrengen om een andere baan te kiezen. Ja. Het is ook moest dein Leben ändern, niet sollst. Ja, dat is een heel belangrijke nuance. En dat betekent volgens mij ook dat het dus ook onderdeel is van het leven om daar aan te beantwoorden. Zo'n gevoel van, hé, dit is niet meer genoeg voor mij. Ja, maar hoe vaak doe je dat in je leven? Nou ja, dat zijn toch de momenten dat je een studie kiest of... Dat je voor een school kiest voor je kinderen of een andere baan. Ja. Dat zijn natuurlijk niet, dat zijn niet alledaagse momenten. Nee, precies, het zijn juist dat soort momenten. Ja, klopt, ja. Dat is, Je zei al even die ziel en die innerlijkheid. Ergens in het boek zeg je ook van, ja, Rielke's grote centrale concept is misschien wel innerlijkheid. Ja. Ja. Trouwens, eerst nog even tussendoor. Het is wel goed dat je uitgever geweest bent, maar dat merk je echt. Het boek zit echt gewoon qua compositie heel soepel in elkaar. Ja. En dat is wel fijn, hoor. Dat zo'n zwaar thema als een biografie van een moeilijke dichter... En dan het thema spiritualiteit. Je zet dat echt in de sleutel van een boek. Dat vind ik wel knap gedaan. Okay. Maar nu weet ik ook waarom. Want je hebt dat vaker
gedaan. Of in ieder geval andere auteurs daarbij hebben geleid. Ja, dat klopt wel. Ja, dat is zo. Ja. Ja, ja, ja. Maar die interesse maar ook meer geschreven natuurlijk. Alles wat ik geschreven heb, dat raakte aan ja. religie, aan mystiek. Ja. Ik heb veel geschreven over mystiek bij Lutjebert, bij Van Ostaaien, bij Favorie. Dus, ja. Ja, je bent een schrijver. Ja, ja. Ja, ja. En ook wel zeg maar die 10 jaar bij die leraar. Heeft me ook wel geholpen om daarin daarover na te denken. Misschien ook wel wat opener te worden. Ja, ja. Ja, wat makkelijker te worden om daarover te schrijven. Ja. Ja. Want misschien kan je dan op een makkelijke manier nog eens wat uitweiden over die innerlijkheid die je bij Rielke waarneemt. Overigens ook zich bekend, hè, dat Rielke een auteur is die aanzet tot reflectie op jezelf en niet zo bezig is met maatschappelijke verhoudingen bijvoorbeeld. Mm. Mm. Of in negatieve zin, dat hij probeert te bewijzen dat ze niet bestaan. Of dat je gewoon op de kleine dingen zou moeten letten en op het innerlijk leven. Ja. Maar het blijft toch nog heel moeilijk om de vinger erachter te krijgen, wat dat dan is. Leven in lijn met jezelf? Ja, je noem het zoals je wil. Ja, hè, zelf, hè, je diepste zelf of je ziel of wat ook. Het mooie vind ik bij Rielke is dat hij juist nou niet met pasklare antwoorden komt. Hè, om dat uit te leggen. Je kunt er heel veel over zeggen, maar ik kom er steeds weer. Ik zie telkens weer bij hem terug dat hij juist op dat punt voorzichtig wordt. Dat hij niet gaat uitleggen hoe het precies bij. Hij is er zelfs bang voor, zou je kunnen zeggen. Ja. Hij schuwt dat. Hij zegt niet alleen van dat innerlijk van jou, dat ken je eigenlijk niet goed, maar hij gaat nog een stap verder van. Het is soms ook beter om het niet te kennen. He, om vertrouwen te hebben, he, om het te laten groeien. Groei is een heel belangrijke metafoor in eigenlijk van door zijn hele werk heen. Hmm. He, dus het gaat om innerlijk groeien, in verborgenheid, dat is het vaak. Wat dat betreft is het heel interessant, denk ik, dat hij op een bepaalde manier past die heel erg, hè, vanwege dat reflexieve, past die erg in onze zelfhulpcultuur en onze psychologische oriëntatie op het leven. Hmm. Daar past hij heel erg binnen, maar toch heeft hij daar een afwijkende positie, omdat hij juist ook bang, eigenlijk wel een beetje behoedzaam is voor het maakbaarheidsdenken daarin. Dus, ja, zo van de 5 stappen om gelukkig te worden. Ja, precies. Ja, ja. Dat zul je van Rielke nooit horen. Dus in die beroemde, ken je vast ook die beroemde brieven aan de jonge dichter. Ja. Geeft hij wel raad, hè, want het is een jonge dichter. Hij is 8 jaar jonger dan Rielke zelf. En hij is begonnen met gedichten te schrijven en hij stuurt die naar de beroemde Rielke. Met de vraag of het wat voorstelt en of hij inderdaad wel dichter moet gaan worden. Dat wilde hij wel graag, maar is het eigenlijk wel een wijze stap? Waarop Rielke zegt van ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zul je zelf moeten uitvinden en dat kun je ook niet beslissen. Dat moet je gewoon geleidelijk ontdekken en probeer dat ook niet te haasten. Ga je er ook niet op fixeren, maar laat het gewoon ontstaan. Ja. Haal die fixatie bij die vraag weg en laat het gewoon ontstaan. Ja. Nou, de manier hoe je hem nu schetst is eigenlijk ongetwijfeld een toepassing op zijn hele leven en zijn hele werk. Maar er zijn wel een paar blokken in te onderscheiden. En zijn vroege werk is veel meer hoogdravend. Net als wat zijn later werk misschien op een bepaalde manier ook wel. Ja. Het gaat ook wel over engelen of over grote symbolen die hij aanroept. Licht pretentieus, ook wel mooi. Ja. Ook uitwaaierende poëzie, ik wou zeggen filosofie, maar uitwaaierende poëzie, bezinnende poëzie. Maar in het midden is een fase van die nieuwe gedichten, dat zijn de wat kleine, bescheidenere gedichten, vaak vormvast, hè, sonetten. Ja. En die... die lijken wat concreter te zijn ook. Hè? Dus dan is het. Die schrijft hij, dat schets je ook heel mooi. Mede doordat hij dus in de leer is geweest bij Rodin.
Ja. Maar dus ook wat ik niet zo goed wist bij Salome, die jij ook als een leermeester presenteert. Ja. Daar zometeen meer over. Ja. Eerst nog even die concreetheid van die gedichten. Dus op de een of andere manier, het is bij hem van, als dichter probeert hij zich te ontvouwen of hij ontdekt gewoon hoe hij schrijft. Maar van die Rodin leert hij toch ook vooral heel veel te oefenen. Dus ja. Een van de dingen die jij zegt, waarvan je moet zeggen van, nou, heeft hij dat niet gewoon afgekeken bij Rodin, is eigenlijk dat hij zo vlijtig werd. Dat hij zoveel ging schrijven. Ja, precies. Ja. Dat hij niks anders meer deed. Ja, ja, ja. Dus die zachte kant van Rilke, die gaat wel samen op een gegeven moment met focus. En dan ontstaan, vind ik zelf eigenlijk, de mooiste gedichten. Ik kende die vroege gedichten ook niet zo goed. Ja. Ik heb het al eens geprobeerd, maar die zijn ook lastig te lezen. Maar eigenlijk, nu ik er weer eens wat bekeken heb, dacht ik wel van, ja, ik vind die nooit gedichten zelf ook het mooiste. Ja, die zijn het knapst. Het bijzonderst. Ja, dat vind ik ook al, ja. Nou, sowieso van bij Rilke, dat is wel een van de ontdekkingen van dit boek. En daar schrijf ik ook veel over, dat hij zichzelf telkens weer uitvindt. Rilke is, dit is een soort van staand begrip. Maar in feite kun je niet spreken over één Rilke, want er zijn vele Rilkes. Het is echt wonderbaarlijk hoe die van fase naar fase gaat. En dit is inderdaad heel, heel interessant wat je nu zegt. Die Neue Gedichte, die zijn grotendeels ontstaan door de inspiratie, door de ontmoeting met Auguste Rodin. En trouwens ook de ontdekking van het werk van Paul Cézanne. En het wonderlijke van die gedichten is dat ze opeens zo een andere dichter, dat er opeens zo'n andere dichter achter zit. Ik bedoel, dat kun je bijna niet naast elkaar leggen. Hè? Daarvoor heb je inderdaad die een beetje hoogdravende religieuze gedichten van Das Stundenbuch. Heel religieus, hij komt net uit Rusland. Zijn hoofd vol met God en met liefde. En het is typisch van die adolescentenpoëzie. Van iemand die zichzelf, die zichzelf heel belangrijk vindt en zich overal in projecteert. Zich met alles vereenzelvigt, met alles waar hij aan maar kan denken. De hele wereld en met God en nou weet ik veel wat allemaal. Dus het is hele sterke, van zichzelf vervulde poëzie. Wel hele knappe en hele bijzondere als je het in de tijd zet. Maar toch, het is heel, ook heel populair. Ja. Maar dit is wel iets wat ik er moeilijk aan vind in ieder geval. Ja. En dat valt helemaal weg in die Neue Gedichte. Hè? Ja. Daarin vind je nauwelijks een ik terug. Als je ik denk dat hij ongeveer 10 keer ik zegt. Ja. Misschien, dat weet ik niet precies. Maar het zijn in totaal iets van 189 gedichten. En wat daarin zo opvallend is, is die gedistanceerdheid. Hè? Het zijn ook hele. Het zijn geen gevoelsexpressies meer. Als er gevoel is, dan wordt het gevoel onderzocht. Dat is de modus waarin die dan komt. Hè? Hij gaat onderzoeken. Ja. Hij gaat onderzoeken. Dat is. Maar een deel van de argumentatie in je boek is dus dat Rodin hem dat leert. Hè? Of het is eigenlijk meer een soort wisselwerking. Hij pikt dat op bij Rodin. Ja, precies. Dat is een van de hele leuke dingen van het leerling-leraar verkeren. Want dat is het centrale thema in het boek. Het is nooit zo duidelijk wat je nou precies oppikt van een leraar. Het zit hem in veel meer dingen dan alleen maar de dingen die die man beweert. Het is. Het is iets, er wordt iets gewoon in gang gezet in jezelf. Er komt iets tevoorschijn, er wordt iets geboren. Er wil iets geboren worden, zo moet je het eigenlijk zeggen. In de interactie met het leuke is. Ja, tuurlijk, in de interactie met zo'n leraar. Het wonderlijke is dat, en dat is helemaal niet uitzonderlijk, hè, in de geschiedenis van de literatuur of van de spiritualiteit. Het wonderlijke is dat. Voor Rilke is Rodin een enorme leermeester. En hij is een en al eerbied en onderdanigheid. En ze hebben wat moeizame gesprekjes ook in het begin. Heel simpel, omdat het Frans van Rilke is dan nog niet zo geweldig. Dat in de loop van de jaren groeit dat wel. Ja, uiteindelijk zou hij zelfs publiceren in het Frans. Ja, precies, ja. Dus dat is ook. Maar het is eigenlijk niet. Het is eigenlijk niet.
type poëzie wat hij dan gaat schrijven, ja, dat is hem helemaal niet. Dat schrijft hij niet op instructie van Rodin. Nee, dat is zijn eigen vertaling, zeg maar, van die inspiratie die hij. Van die wat wonderlijke inspiratie die hij bij Rodin opdoet. Hè? Ja. En. Maar een van de dingen die ik zelf wel kende uit die episode met Rodin, die jij heel mooi beschrijft, is dat Rodin hem uitnodigde om echt beter naar de dingen te kijken. Dus er is toch wel één concrete les, zou ik zeggen, maar ik toets het ook even bij jou of ik dat nou goed begrepen heb. Maar ik dacht eigenlijk dat Rodin hem dus, behalve dat hij zei je moet gedisciplineerd zijn en dat het vooral voordeed, dat hij ook Rielke stimuleerde om bijvoorbeeld naar de dierentuin te gaan. Ja. Of een Boeddha-beeld te bekijken. Ja. En echt goed te observeren wat gebeurt er nu. Ja, precies. Maar daar zeg je het precies. Ja, niet dus zo met zichzelf bezig zijn dus. Ja, dat klopt. Maar observeren wat hij ziet. Ja, ja. Klopt, ja. Maar het zijn helemaal geen beschrijvende gedichten. Hè? Dat is het, dus die naam heeft het wel een beetje. Dat labeltje heeft het. Hè? Dat heette dan officieel in de literatuurwetenschap. Hè? Daar beginnen dan de dien-gedichten van Rielke. Maar dat zijn geen beschrijvingen van objecten. Het zijn over het algemeen juist helemaal geen beschrijvende gedichten. Het zijn juist hele hermetische gedichten. Maar het kijken is daarin wel inderdaad heel belangrijk. Daar begint het mee. Maar vervolgens ontstaat er bij Rielke dan een soort van alchemie, waardoor er hele wonderlijke gedichten uitkomen die in die tijd zo anders waren, dat hij niet alleen zelf dacht van ik noem ze nooit gedichten, maar dat alle fans van zijn vroege werk, en ook echt helemaal, inclusief bijvoorbeeld Salomé, ook helemaal niets konden daarmee. Zo moeilijk waren ze. Mm. Snap je? Het kijken werd inderdaad belangrijk. En je kunt die gedichten ook zien als een soort van disciplineringsoefeningen. Mm. In het zien. Ja, in het zien en ook in het zijn. Dat kan allebei, in dit geval. Ja. Dat kan allebei. Ja, ja, dus Rielke is. In Rielke kun je verschillende typen van leraren herkennen. En de mooiste, de meest integrerende leraar, die vind ik van die nieuwe gedichten. Hè? Iemand die zichzelf onzichtbaar maakt. Mm. Een soort van anti-leraar, zou je kunnen zeggen. Hè? Want het is ook, hè, zoals bijvoorbeeld Lao Tzu. Er zijn gelukkig ook leraren in die hele spirituele traditie die moeite hebben met het gegeven van leraarschap en daar heel erg bewust zijn van de gevaren daarvan. En daarom noem ik die anti-leraren. Het zijn leraren, maar op een andere manier. Je stapt er nou wel heel snel naartoe, want ik heb toch het idee dat je boek ook een probeert te laten zien, te beargumenteren eigenlijk, dat de mentor-protégé verhouding heel belangrijk is in de persoonlijke ontwikkeling, in het bijzonder van kunstenaartypes, zal ik maar zeggen. Mensen die met letteren of met beelden bezig zijn. Ja. Omdat je in die verhouding een stap verder kunt komen. Mm-hmm. En op de een of andere manier heeft dat hele idee van leraarschap, de guru heeft een knauw gehad, cultureel gesproken, omdat er te veel misbruik is geweest, te veel goeroes geweest zijn die hun eigen stempel op mensen probeerden te drukken, waardoor we eigenlijk geen constructief beeld meer hebben van het belang van een mentor. Ja. 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 Natuurlijk wel op school kennen mensen, maar zo'n echte intieme mentor, waar jij kennelijk dus ook 10 jaar toch bij in de buurt hebt gezeten. Ja. Dat is best lang, hè? En dat kennen we ook. Jung is bij Freud in de leer geweest. Alexander de Grote zat bij Aristoteles. Aristoteles zat 20 jaar bij Plato in de leer. Dus op zich is het mentoraat een belangrijk cultureel gegeven. Ja, precies. Dus het negatieve van het charismatische daarvan, ja, dat is misschien ook wel, dat moeten we eens een keer vanaf. Hè? Dat is er ook, moet je voorzichtig mee zijn. Ja, je moet er voorzichtig mee zijn. Maar het is een heel belangrijk gegeven. Hè? Het is een enorme aanjager, zeg maar. Een hele belangrijke factor van persoonlijke groei. Ja. Ja. Kun je dat nog eens concretiseren, zoals je dat in je boek ook transmissie noemt? Ja, ik noem het transmissie. Een erg lelijk begrip, vind ik zelf, maar om het maar. Overdracht, misschien beter? Ja, dat is het natuurlijk ook. Ja. Ja. Ik noem het transmissie omdat het een begrip is wat zo in de meer
in de spirituele traditie inmiddels wel genoemd wordt. Het is een boek van Nico Tiedemann, dat heet als ondertitel Transcendentie en Transmissie of zoiets. Nou ja, goed. Dus dat is een soort van begrip wat wel rondzinkt in de spirituele wereld. En daarom heb ik het, daarom heb ik het gebruikt, ja, om het maar een naam te geven. Maar pak het eens uit. Wat gebeurt er precies in zo'n leerling-relatie? Ja, nou, er kan heel veel gebeuren in zo'n ik vind vooral het fascinerende ervan. Kijk, je kunt het... er is heel veel over te zeggen. Soms is het gewoon formeel in gebed. He, dus met name in de Oosterse traditie, maar bijvoorbeeld ook in de Westerse kloosters, is het formeel in gebed. Laat ik als voorbeeld het klooster nemen. Je treedt in, dan word je novice en dan krijg je een novicemeester. Mm. En die novicemeester die gaat met jou door. Of die begeleidt jou in de stappen die je moet maken om al dan niet definitief in te trainen, om je te laten inwijden. Dus daar is het geformaliseerd. Ja. In de Oosterse traditie, bijvoorbeeld in India of in Japan of Korea. Zijn ze daar beter in? Nou ja, daar hebben ze gewoon ervaring daarmee. Het gewoon een cultureel gegeven, een cultureel verschijnsel. Op die manier kennen wij dat niet. Nee. Terwijl het goeroeschap natuurlijk, of het leraarschap, hè, dat spirituele, dat inspirerende leraarschap, iets van alle tijden is en natuurlijk ook in onze cultuur volop is aan te wijzen. Ik heb net een boek gelezen van Maart het Hart en hoe heet hij ook? Kees het Hart. En dat gaat over hun bewondering voor Vestdijk. Hmm. En het is heel grappig wat Maart het Hart dan zegt. En dit is precies waar ik het over heb in mijn boek. In mijn geval, zegt dan Maart het Hart, in mijn geval is Vestdijk alles bepalend geweest. Hij was mijn guru, mijn leidsman. En hij heeft in mijn leven op mij meer invloed gehad dan wie ook. Niet alleen als schrijver, maar als een toetssteen waaraan alles afgemeten werd. Ja. Snap je? Dus dat het komt volop voor. Ja. In onze, alleen we kunnen er niet zo goed over nadenken. Ja, in die generatie nog. Ja, ik denk zelf dat dat iets te maken heeft met individualisering. Dus dat mensen het eigenlijk heel lastig vinden om te accepteren dat hun eerste ideeën niet de meest oorspronkelijke zijn. Precies. En dat ze een toetssteen ze verder helpt om eigenlijk nog authentiekere inzichten te krijgen. Ja, terwijl, precies, cultureel gesproken, ook in het onderwijs al, zie je dat alles meteen gericht is op, ga zelf eerst maar googlen. Wat is jouw onderzoeksvraag? In plaats van dat je te raden gaat bij een traditie en denkt misschien is de vraag van die auteur of die wetenschapper eigenlijk wel beter dan mijn vraag. Ja. Maar we zijn zo bezig met, gepreoccupeerd met onszelf, dat leermeesterschap een lastig iets geworden is. Ja, precies. Ja. Terwijl het als fenomeen heel makkelijk aanwijsbaar is, ook in de letteren. Ja, nou, en tegelijkertijd denk ik dat heel veel mensen er een behoefte aan hebben. Dus het is heel makkelijk aan te wijzen, zeker in de letteren. Maar er zijn ook wel plekken aan te wijzen waarbij je denkt van, god, had jij met zoveel talent maar een goede leermeester gehad? Ja, precies. Die situaties die bestaan ook. Ja, ja. Terwijl dat in het Oosten denk ik toch minder voorkomt. Omdat het meer geritualiseerd is, het leermeesterschap. Ja, meer onderdeel is van het leven. We hebben het niet over leermeesterschap op school. Dat bestaat ook. Maar in de periode van volwassenheid daaromheen. Precies. Ja, precies. Ja, ja. 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 Nou, die Rilke die vindt dus in Rodin een belangrijke leermeester, guru. Hij staat een aantal jaar, maar hij is daar niet 10 jaar, toch? Het zijn verschillende periodes. Er zijn 3 langere periodes dat hij bij Rodin is. Ja. Ja, in Parijs. Ja. En dan heeft hij dus Lou Salomé. Ja. Dat vond ik wel heel fris in jouw boek, dat je daar zoveel aandacht aan besteedt. En probeert toch echt heel stevig te maken, dat is eigenlijk zijn tweede leermeester. Ja, het is zijn tweede, maar eigenlijk zijn eerste. Hè? Want dat in de tijd komt zij in de voor. Tijd komt zij eerst. Ja, in de tijd komt zij. En zij blijft ook het langst, want... Ja. Dat is wel interessant, ja. Wat dat betreft is Lou Salomé ook echt een andere leermeester voor hem. Kijk, ze verschillen... Hij komt haar tegen als hij 22 is en zij is 36. Ja. En ze krijgen een relatie. Dat is op zichzelf al een fantastisch verhaal, want Lou Salomé
heeft waarschijnlijk dan op dat moment in haar leven wel vele aanbidders en vele minnaars gehad. Ja. Onder wie niet de minste, Nietzsche en Paul Ree bijvoorbeeld. En, Sigmund Freud. Kwam later. Oh, is dat na? Ja, dat kwam later. Ja. Maar zij heeft wel bekende intellectuelen gehad. Ja, het was een fenomeen. Ze waren allemaal dol op haar, hè? Maar ja, absoluut. Nietzsche kon er niet krijgen uiteindelijk. Nee, waarschijnlijk wel gezoend, maar niet. Hij wilde trouwen, maar dat wilde zij absoluut niet. Ja. Ze is getrouwd uiteindelijk. Op voorwaarde dat het huwelijk niet geconsumeerd werd. Dus ze wilde met haar man geen. Dat was een eis. Ik ga met je trouwen, maar ik wil geen seks. Want ze wilde haar onafhankelijkheid bewaren. Ze streed voor een nieuwe rol van de vrouw in de intellectuele wereld. En, ja, het is een vrouw op filosofisch oorlogspad. En dat tot op het punt dat ze niet in bed wilde kruipen bij haar man. Dan is ze 36, ontmoet ze Rilke. En dan, wat dat precies is, weet ik niet. Maar in ieder geval, ze bezwijkt. Het is. Je beschrijft het ook wel een beetje. Ik vond zo, ik ken Nietzsche ook behoorlijk goed. En door dit boek dacht ik ook van, ja, Nietzsche was natuurlijk ook een beetje een oude knorrige man in een hut op een berg. Ik kan me voorstellen dat Salomé misschien niet direct voor hem viel. Maar jouw beschrijvingen van Rilke vond ik aan de andere kant ook heel charmant. Want het was een stille man. Ja. Je spreekt ook eigenlijk voortdurend over die vorm van meer introverte wijsheid. Die innerlijkheid. En, ja, stille wijze. Maar wel van goede kom af. Ja. Hij leeft als een. Dus hij had een chique omgang, zou ik maar zeggen. En die aristocratische afkomst van hem, gecombineerd met een nomadenbestaan. Hij trekt door Europa heen. Hij bezoekt kunstenaars. Hij schrijft aan de lopende band poëzie. Dat moet heel aantrekkelijk geweest zijn. Maar tegelijkertijd heeft hij in geen enkel opzicht het maatschappelijk aanzien of de instituten om zich heen, zoals je dat bijvoorbeeld bij Freud ziet. Dan kiest ze toch voor hem. Dat is wat, of niet. Ja, ze vindt het aantrekkelijk om bij hem te zijn. En ze schrijft ook boeken over hem zelfs. Ja, 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 ja. En bij Freud wil ze eigenlijk nog niet eens in therapie. Nee, precies. Dus die Rilke heeft iets enigmatisch gehad voor verzameling. Ja, dat vind ik. Dat heb ik ook juist de afgelopen weken, toelevend naar dit gesprek, heb ik daar opnieuw over nagedacht. Van wat is dat nou precies? Want kijk, op het moment dat zij hem ontmoet, is hij 22 en is hij totaal onbekend. En schrijft hij echt van slechte gedichten, banale gedichten. Echt heel, ja, maar toch is er iets in hem wat haar totaal ontwapent. Hè? Hij wandelt zo door haar verdedigingslinies. Ja. En dat komt denk ik ten dele ook omdat ze gefascineerd is door zijn androgynie. Hè, dat hij is echt een ander type man dan ze tot dusver ontmoet heeft. Ja, daar schrijft ze later ook over. Hè? Dit wordt een van haar grote thema's. Hè? Dat ook bij Rilke. Hè? Dat Rilke zulke vrouwelijke kwaliteit heeft. Waarbij ze ziet bij hem de mannelijkheid, vrouwelijkheid. Dat is in een heel bijzonder evenwicht bij hem. En daarin vindt ze hem echt nieuw. Dat vindt ze een hele grote ontdekking. En ik denk ook dat, als je nou vraagt van wat heeft Rilke nou van haar geleerd, dat zijn heel veel dingen. Hij werd vegetariër, hij veranderde zijn handschrift, hij ging zich anders kleden. Nieuwe naam? Nieuwe naam, inderdaad. Reiner. Hij heette René, maar zij verzon Reiner. Dat vond ze een iets mannelijker naam, dus toen werd het Reiner Maria, mannelijk-vrouwelijk. Dus dat past ook helemaal in haar beeld van Rilke. Dus ze heeft hem echt. Zijn hele manier van leven heeft ze op de kop gezet. Het werd echt een soort van hipster of hippie. Dat associeer je helemaal niet met Rilke, omdat het zo'n vormelijke, afstandelijke man werd later. Ja. Ja. Maar in die periode was het gewoon op zijn eigen manier toch al een losbol. Hè? Hij begon te experimenteren. En ik denk wat Salomé zo interessant aan hem heeft gevonden, is dat hij zo ongrijpbaar was in het type man dat hij was. Dat vond ze bijzonder. En hij had een heel bijzonder talent om met gevoelens om te gaan. Ik denk dat hij daarin echt nieuw is geweest, sowieso in de. Ja. In dat hij wat dat betreft een soort van. Dat het een keerpunt is in de Europese geschiedenis.
de manier waarop hij kon voelen. Ja. Het klinkt een beetje simpel en gek, maar alles, zeg maar, de gevoeligheid en het durven praten over je, wat je bezighoudt, wat wij bij een therapeut of psycholoog of psychiater of een dus coach ook, of zo opdoen. Dus, ja. Hij kon daar van nature, zeg maar, bij. Ja. Nee, maar dat moet inderdaad een heel bijzonder talent geweest zijn. Want zij ging dus, zij verkeerde ook met psychologen, uiteindelijk dus ook met Freud. Dus zij heeft dat wel gekend. En Freud schreef al, ik geloof in 1900 al, in zijn eerste boek. Dus die, tegen de tijd dat zij elkaar kenden, hing dat echt in de lucht. Het onderbewuste, er is iets meer dan een ratio in het leven. Ja. Maar Rilke moet dat dan toch op een oprechte manier of zo naar buiten hebben kunnen brengen. Waardoor zij daardoor... Ja. Maar het staat ook wel weer in contrast met andere karaktereigenschappen die jij mooi schetst. Hè? Bijvoorbeeld dat, over dat handschrift. Het is dus kennelijk wel zo neuroot geweest dat hij nooit een inktvlekje tolereerde op zijn brieven. En hij schreef nogal wat brieven. En dat roept toch een beetje het beeld op van een control freak. Maar die dus toch heel gevoelig is. Ja, het was al een control freak. Vast ook wel, maar dat is niet mijn eerste associatie bij. Hij schreef heel veel brieven. Dat kunnen wij ons niet meer voorstellen. Wij e-mailen, toch? Wij e-mailen, ja, precies. Maar hij schreef brieven. Ja. Met een kroontjespen. 33.000 zijn er gevonden. Dat is een heleboel. Ja, dat is een heleboel. Ja, en vaak lang. En inderdaad, wat je zegt, als hij ooit een fout maakt of hij knoeide inkt of zo, dan begon hij weer van vooraf aan. Ja. En dat is niet zozeer een controle, ja, misschien ook wel, maar het is eerder de eindeloze rust of het eindeloze geduld wat hij eigenlijk van nature opbracht. Ik weet het niet. Een mooie interpretatie. Dat hing gewoon aan hem. Ja. Ja. Ik vind wel, als je, zeg maar, zegt van hij heeft eigenlijk twee mentoren gehad, Auguste Rodin en Louis Salomé, dat bij Rodin is het heel duidelijk en bij Salomé is het ook wel jouw hypothese eigenlijk. Hè? Want je kunt ook zeggen dat hij is wat jonger, hij ontmoet die vrouw, die is wat verder al. Ja. En zij ziet in hem gewoon ook een getalenteerde student eigenlijk en ze helpt hem verder. Ja. Maar is het nou heel veel meer dan dat? Je plust de relatie wel op, hè? Zo van... Dat wordt een mentor-protégé-relatie. Of kun je nog eens uitleggen waarom dat echt toch wel, waarom dat gewicht had? Was hij niet gewoon een klein beetje verliefd? Was hij hem niet vooruit? In alle opzichten. En dat is ook altijd zo gebleven. Hij is, op een gegeven moment is die relatie stuk gegaan. Ja. En zij is tot het einde van zijn leven... is het zijn, belangrijkste... levensgezel gebleven. Ook al zagen ze elkaar eigenlijk amper meer, maar dat is altijd zo gebleven. Nee, ik denk dat ze hem in vele opzichten veranderd heeft. Maar, en ook in zijn schrijven. Ja? Ja, zeker. Ja, ja. Dat Stoenenboeg, want daar moet je het dan over hebben, dat ontstaat getijdenboek. Daarin doet Rilke alsof hij een Russische monnik is. En later in het tweede deel alsof hij een pelgrimganger is. En in het derde deel, dat is helemaal geïnspireerd door Franciscus. Qua thematiek is het al helemaal gevoed door die gezamenlijke reizen door Rusland. Hè, want ze hebben beide een soort van fascinatie voor die Russische orthodoxie. Vooral het simpele geloofsleven van Russische boeren. Hè? Een beetje pantheïstisch. God overal voelen en overal zien en overal te sprake brengen, zeg maar. Ja. Dus dat is echt een soort van gemeenschappelijke creatie. En ook zijn manier van dichten daarover, dat laat ik het maar simpel zeggen, dat heeft een directheid en een persoonlijke toon die in de poëzie tot dan nog helemaal niet te vinden was. Hè? Ich lebe mein Leben in wachsende ringen die zich über die dingen ziehen. Hè? Dat is in een van die eerste gedichten. Ja, En zo, het is eigenlijk zo'n dagboek, wel heel gestileerd, maar zo'n dagboekachtige manier van mijmeren in gedichten die toch echt verrassende gedichten zijn. Ik leef mijn leven in groeiende dingen, groeiende golven. Ja, precies, die zich over die dingen zien. Met andere woorden, ik kan me steeds meer vereenzelvigen met de wereld. Ik word steeds wijder, ik word steeds ruimer. Nou ja, zoiets. Ja. Ja.
En, maar dat was, dat was een manier van zeggen en een manier van dichten. Het was heel vrije poëzie, hè? Geen sonetten zoals in de nee, het was eigenlijk vrij spontaan, zo onder elkaar geschreven. Soms hele kleine, soms drie regeltjes, dan weer een wit regel, dan weer iets langs, dan weer iets korts. Hele vrije manier van schrijven. Ja, ja. En dat is echt, ja, dat is hem echt, wel, ja, dat is ontstaan in die wisselwerking met Salomé. Ja, ja, ja. Want bij Rodin wordt het dan juist weer concreter, hè? Ik denk dat hij zich ook enorm heeft aangemoedigd gevoeld door haar. Hè? Dus, dat, om die gevoelskant van hem te gaan vertrouwen. Om dat aan te durven. Ja, ja. Ja, om dat aan te durven. Ja, ja, want dat zijn natuurlijk ook wel, het is ook soms een beetje grootspraak of zo. Hè? Van ik leef mijn leven in groeiende... Ja, maar dat blijft altijd bij Rilke. Behalve dan in die Neue Gedichte... Ja. Of in zijn roman. Maar hij durft dat ook, zo kun je dat ook zien. Het is toch ook moedig dat hij dat zo opschrijft. Ja, want het is ook de tijd, hè. Wagner, Nietzsche. Ja. Ja, Rudolf Steiner. Ja, dat hoort ook wel een beetje bij die tijd. Ja. Pathos van de tijd, zou ik zeggen. Ja, ja, ja. Kun je dat nog verder invullen? Wat was het voor de ontdekking van het innerlijk leven? Ja, het was een ontdekking van het innerlijk leven. Het was... het was ook de tijd waar, hè, waarin de esoterie heel erg populair was. Ja. In de hele breedte van het intellectuele leven. Ja, dat was ook een tijd met heel veel filosofen, hè, die we nog steeds lezen. Ja, die we nog steeds lezen. Heidegger, Wittgenstein. Theosofie, antroposofie. Ja, ja, dat komt allemaal uit die tijd. Ja. In dat begrip van transmissie, die overdracht van leermeester op leerling... of van mentor op protégé, zit ook iets emotioneels. Iets persoonlijks. Ik zat zelf nog na te denken over waarom is het nou eigenlijk zo... belangrijk om dat te accentueren. En toen dacht ik zelf, in ieder geval als ik voor mezelf spreek... van als je natuurlijk iets leert en je leert het op school... of je leest een boek, wat jij zegt eigenlijk ook in je boek... Hè, je kunt ook, bedoel, op een bepaalde manier is Rilke ook jouw mentor. Hè, dus terwijl je hem niet gekend hebt. Ja, ja. Dus, maar dan is toch het, dan moet je dus echt geletterd zijn... om dat gevoel te kunnen absorberen uit een boek. Mm-hmm. Zelf dacht ik van dat transmissiebegrip... dat is ook deels emotioneel... en dat is echt wel anders dan wat we op school doen. Juist omdat je dan veel meer een integrale manier van kennis... overdragen onderling hebt. Ja, ja. Waardoor je ook veel intensiever kunt leren. Dus je gaat met zo'n leermeester... of je gaat met Rodin op pad. Mm-hmm. Hij maakt zijn beelden. Ja. Mm-hmm. Nou, we weten ook wel wat voor man dat geweest moet zijn. Helemaal geen rustige man bijvoorbeeld. Een hele snelle, vakbekwame figuur. Niet heel praterig. Juist niet van het geschreven of gesproken woord eigenlijk. Nee. Maar van het handelen zelf. Maar Rilke die heeft dan die transmissie. Die moet dus de intensiteit van het kijken, het meevoelen. Dat heeft mede bepaald dat hij dat allemaal kon verinnerlijken. Mm-hmm. En dat is toch wel een mooi idee eigenlijk van mentorschap, denk ik. Hè? Dat je beseft dat het meer is dan alleen maar informatie uitwisselen. Ja. En dat je het, dus het is meer dan alleen didactiek. Ja. Ja, precies, ja. En dat het dan ook veel dieper binnenkomt. Ook gewoon waarschijnlijk ook letterlijk in je brein gewoon. Dat je spiegelneuronen veel beter kunnen werken. Ja. Dat je daardoor dingen echt in je pen krijgt. Ja. Ja. Ja, en daarom zijn die leermeesters ook belangrijk. En daarom kan een normale leraar eigenlijk die functie niet goed vervullen, denk ik ook. Want die is toch bezig met kennisoverdracht. En dan is het geen identitaire, geen identificatie. Die is in ieder geval ook gevoelsmatig is, ja. Ja. Ja, klopt, ja. En wat dat precies is, want dat is dan natuurlijk interessant... van wat maakt dan dat je op een gegeven moment een leermeester gaat herkennen als die jouwe of zo? Ja. Hè? Waardoor wordt iemand jouw leermeester? Dat is dat blijft iets mysterieus. Dat heeft ook iets... ik wil het niet mystificeren, maar als je daarover gaat lezen... en als je daarop gaat letten... dan blijft dat altijd iets onverklaarbaars houden. Dan blijft het iets... ik kan je daar allerlei voorbeelden van geven... maar om bij Rilke en Rodin te blijven... Hè, de een is zo'n vierkante man, een enorm fysiek... Ja.
Rilke is dat helemaal niet, heel frêle, et cetera, et cetera. En waarom een beeldhouwer en waarom juist zo'n uitgesproken macho type, weet je wel? Ook een niet heel erg reflexieve figuur. Ja. Waarom? Ja, dat is heel wonderlijk. En toch werkt het. Dat is het fascinerende. Het werkt. Ja, hij is zijn leven lang is die ook Rodin dankbaar gebleven. Hè, om die periode die hij bij hem kon doorbrengen. Ja, ja, ja. Nou ja, het zijn projecties voor een deel waarschijnlijk. Maar ja, ongetwijfeld. Ook dat het ambacht wat Rilke kon versterken dankzij Rodin. Dat is toch denk ik de crux geweest. Ja. Dat Rodin heel goed wist hoe hij die beelden wilde maken. Ja. Ik weet niet of je die film Camille Claudel kent. Hij staat nu ook op Netflix, een wat oudere film, waarin Gérard Depardieu Rodin speelt. Nee, die ken ik niet. Nou, dat zie je echt. Ik kan me wel iets bij voorstellen. Ja, nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk meerdere protégés gehad, waaronder Camille Claudel. Ja, zeker, en dat is wat droeviger afgelopen. Ja. Dus daar gaat de film ook over. Ja. Die kon zich, ja, die was ook op, die werkte voor Rodin. Die wilde ook graag zijn leerling zijn, maar die moest met hem breken en lag ook met hem in bed en dat ging niet goed. En Rodin heeft er ook misbruik van gemaakt. Mm-hmm. Er zit ook ontzettende invloed gehad op Rodin's oeuvre. Dus ook bij bekende beelden als bijvoorbeeld De Denker. Ja. Maar in ieder geval waarom vertel ik dit nou? Nou, die Claudel heeft in ieder geval ook dus die inspiratie, die getroffenheid wel gehad bij Rodin. Hè? Dus dat iets van iets trok er aan om daarbij in de leer te gaan, om met hem te werken, om zeg maar kleine administratieve dingen te gaan doen, om zijn beelden bij te poetsen of zo. Dat deze maar om iets te. Het lijkt erom dat Rilke toch beter is geslaagd in eruit halen wat erin zat voor hem. Hè? Alsof dat ambacht wat hij in zichzelf had, dat kon in de blik van Rodin kon dat gevoed worden. En toen trok Rilke zich terug. Ja, en dat is gewoon, hij was echt een heel geslaagde leerling in die zin. Ja. Terwijl Camille Claudel, die heeft zich verwond. Ja. Die raakte gewond in die omgang met Rodin. Nou, het is heel interessant dat je dat zo. Want dat, daarmee vat je samen wat er in de regel kan gebeuren. Hè? Ja. Je kunt je verwonden of je kunt ervan groeien. Beide gebeurt en beide gebeurt heel veel. Hè? Ja. Ik heb beide gezien in die spirituele wereld. Ja. Nou ja, Rilke was misschien ook wel een zondagskind dat hij helemaal niet gewond raakte. Dat is, hij is één keer enorm verwond en juist door zijn eerste leraar. Want ik zou namelijk zeggen dat leraarschap heeft misschien ook wel te maken met dat je dus die pijn ook opzoekt en doorheen groeit. Ja. Omdat het niet iemand is die je helpt om snel bij een doel te komen, maar juist iemand die je uitlegt van als je echt een goede dichter wil worden, dan moet je eigenlijk dit gaan doen. Dat is nog veel moeilijker dan je van tevoren had kunnen bedenken. En dus dat doet ook pijn, maar dat wil je. En dat ga je tolereren. Ook, dat wil je ook. Dat ga je tolereren omdat zo'n figuur toekijkt. Ja. En dan word je dus beter en beter. Ja, in wat je... precies. Ja. 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 Jan, bedankt voor het gesprek. We zijn alweer aan het einde gekomen. Ja. Dus waarom moeten mensen je boek lezen? Nou, we hebben het helemaal niet zo over de poëzie gehad. Terwijl, eigenlijk, er zitten heel mooie gedichten in. Hè? De Panter, ook veel onbekendere dingen van Rilke. Ook veel onbekendere van zijn brieven. Ja. Maar ook dus die leerlijn. Wil je meer reflecteren op leermeesterschap? Ja. Iets waar we het helemaal niet over gehad hebben is rouw. Er gaan twee volle hoofdstukken over verlies en rouw. Ja. Uiteindelijk was dat ook waarom ik het boek wilde schrijven. Ja. Ja. Dat is thematisch wel... Ja. Dat is misschien toch je achtergrond als uitgever, dat jij het allemaal aan elkaar gesoldeerd krijgt. Hebt. Ja. Als lezer zou ik niet zeggen dat nou de kern van het boek is. Maar maar dat was de diepste motivatie om het te willen schrijven. Dat was een groot verlangen, omdat ik had al eerder geschreven over rouw, naar aanleiding van het overlijden van mijn moeder. En dat was ook een van de dingen die ik, toen ik opnieuw in Rilke ging lezen, zo... ontdekte. Kijk, hij heeft de naam dat hij is van alle doodsdichters is hij de doodsdichter. Hè? Want niemand die zo intensief over doden en vooral over jong overledenen heeft geschreven. En ik ontdekte hoe je Rilke tekort doet als je hem zo framed. Want het gaat niet alleen maar over doodgaan en over fascinatie voor dood. Eigenlijk gaat het veel meer over rouw.
En dat maakt het heel anders. Hij is niet alleen, het is niet alleen een doodsdichter, maar hij is ook de dichter van de doden, zou je kunnen zeggen. Ja. Namens de doden. En namens iedereen die rouwt. En dat vond ik een hele mooie ontdekking. En ik denk ook dat hij daarin echt een kwartiermaker is geweest. Hè? Dat hij rouw eigenlijk meer op de agenda heeft gezet. Ja. Omdat hij dat zo kon doorvoelen. En die, omdat hij inderdaad en die ervaring dat, op papier ja, kreeg. Precies. Ja, 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 omdat en heel reëel, dat zeg je ook in je boek. Dat we eigenlijk in ons standaard nadenken over rouw zijn we ook veel te rationeel geworden. En dat als je Rielke leest, dat het eigenlijk veel meer aansluit bij de meest recente inzichten over hoe rouw werkt. En ja, hoe wispelturig dat ook kan werken. Ja, ja precies. Ja, 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 ja. Wat ik beschrijf, is dat in rond 1990 is er echt een enorme kentering geweest in het nadenken over rouwen, dus door rouwpsychologen. Rouwen was eerst iets lastigs waar je zo snel mogelijk doorheen moest. Dus iets waar je van af moest. En, dat ook dan nog eens een keertje volgens eigenlijk een bepaald standaardmodel. Bepaalde stappen moet je doorwerken en dan ben je er echt van af. Ja. En dat sloeg toen helemaal om. Dat begon met het besef dat rouwen ook een hele, ja, gewoon bij het leven hoort. Bij niet alleen een ervaring van verlies is, maar ook betekenis kan geven aan je leven. Mm. En dus dat het verbonden kan zijn met liefde, dat je het leven anders gaat aanvoelen, dat je meer vertrouwen krijgt. Dus heel contra-intuïtief dus, maar blijkt aan de waarde van rouw, eigenlijk. Ja, de waarde van verlies daarmee. Ja, de waarde van verlies en bovendien ook dat mensen op zeer verschillende manieren blijken te rouwen. Hm. Hè? Dus in plaats van dat standaardmodel kwam eigenlijk een hele andere manier van denken, waarin juist de uniciteit van de rouwen naar voren kwam. En ook de betekenis ervan voor het leven en voor een volwassen leven, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Daar loopt Rielke op vooruit. Ja, dat is ook wel weer zo'n thema wat we serieus moeten leren nemen in het leven. Hè? Dus je hebt leermeesters nodig. Ja. Je moet oefenen in geduld. Je moet oefenen ook met dingen als rouw. Dus we zijn eigenlijk geneigd om te zeggen, oké, dat komt wel goed. Of ja. Ja, precies, ja. Ja. Jan, dank dat je hier kwam vertellen bij De Nieuwe Wereld over je nieuw boek. Nou, heel graag gedaan. Dank je wel. Vond je dit ook een interessant gesprek? Abonneer je dan vooral op ons kanaal. Dan krijg je iedere keer als eerste nieuwe gesprekken. Bedankt voor het kijken en tot ziens.